Gisteren was het ook juist hetzelfde, was het al heel goed aan het vriezen en alles was hier wel bevrozen. Hè. Ik ben een harde vechter, maar er zijn echt wel momenten, like deze, dat ik echt ten einde raad ben. Mijn waterleidingen zijn gewoon bevrozen. Dus ik kan hier geen water nemen. Doordat ja, het is echt zo zwaar vriest, is het hier om te verwarmen, is het ook rampzalig. Ik heb een paar extra elektrische vuurtjes al gekocht. Daar kan mijn elektriciteitskast dan weer al niet aan. Van 's morgens tot 's avonds werkt u kapot. Ik vind het heel erg dat ik op het einde van de maand ook nog altijd niet rond kan komen. Nee. Ik heb dat kind zeker niet werkelijk gehad. Ik heb heel veel meegemaakt. Dan ga je daar echt tegenaan voordat je kind dat niet hoeft mee te maken. Hè. Er zijn heel veel mensen in een situatie zoals Eddy en Eline. Er is een heel groot probleem van kwalitatief slechte woningen, omdat er gewoon een groot gebrek is aan kwaliteitsvolle en betaalbare woningen. Waardoor dat er vandaag waarschijnlijk heel veel mensen zullen zijn met problemen van het niet kunnen verwarmen van hun woning en in een minder menselijke situatie moeten wonen. En het probleem is dan dat als die mensen echt in de problemen geraken, dat er veel te weinig plaatsen zijn voor noodopvang. En dat mensen, zoals nu bij Eddy, eigenlijk van het kastje naar de muur verwezen worden.